Vanaf 1885 stond deze enorme brouwerij aan de Nassaukade in Rotterdam-Zuid. Met silo's, brouwhuis, ijsfabriek, werkplaatsen, laboratorium, een energiecentrale en kantoren. Gunstig gelegen aan de haven en met een eigen spoorverbinding. Kijk, daar vertrekt juist een bierwagen. En dit is nog maar een klein deel van de honderden personeelsleden die daar werkten. Aan de kade is het ook al druk. Auto's rijden af en aan om die grote brouwerij te bevoorraden. Het mouten van de gerst doen ze niet zelf, maar wordt ingekocht in binnen- en buitenland en per schip en trein aangevoerd. Enorme balen van wel 100 kilo sjouwt men zo naar binnen, waar de mout machinaal wordt gereinigd, gewogen en in silo's gestort. Die silo's kunnen wel 3000 ton aan mout in voorraad houden. Het is maar goed dat voor het malen de mout opnieuw geschoond wordt, want die spijkers horen er niet in. En die bascule voor het afwegen van meel mag wel een drupje olie hebben. Het meel is in ketels gestort, waarin met warm water het zetmeel omgezet wordt in suikers. De controle op dit proces is specialistenwerk. Daar heb je een hoed voor nodig. De vaste stoffen worden uitgefilterd. De vloeistof die overblijft heet nu wort. Na het afkoelen gaat er de door de brouwerij zelf gekweekte gist bij, om de suikers om te zetten in alcohol en koolzuurgas. Het is nu bier. Inmiddels komt het lege fust binnen. De beschadigde vaten worden apart gezet voor reparatie. En de rest gaat op de vatenwasmachine. Deze man kijkt met een vlammetje of het vat aan de binnenkant beschadigd is. Het afgekeurde fust gaat naar de kuiperij voor een opknapbeurt. Met nieuwe duigen kan het weer een tijdje mee. En die eikenhouten krullen? Die worden afgezogen en verstookt in de eigen energiecentrale. Het meeste bier wordt geleverd aan cafés in houten vaten voor de tap. De schone vaten rollen dus in hoog tempo naar de vulmachines
en vandaar naar de opslag. Dit zijn geen bierverslaafde mannen, maar ze hebben de grote kuipen van binnen gecontroleerd. Daarin was het geproduceerde bier gelagerd of opgeslagen en door het eikenhout kreeg het bier extra smaak. Maar ook die enorme legfusten moeten worden onderhouden. Een klein deel van de bierproductie wordt verkocht in beugelflessen. Dus ook voor de benodigde kratten en flessen zijn er spoelmachines. En als je na de basisschool niet meer verder kon of mocht leren, dan kreeg je dit soort baantjes aan een vul- of etiketteermachine. Een deel van het flessenbier was voor export. Die flessen werden gepasteuriseerd. Ze kregen een beschermhuls en werden verpakt in stevige kratten. In het ketelhuis staan kolen- en olieketels en stoommachines die voor de nodige warmte en elektriciteit moeten zorgen. Dit is een van de dynamo's voor de stroomopwekking. En al die machines hebben onderhoud nodig. De brouwerij was dus in hoge mate zelfvoorzienend. Daar hoort ook een laboratorium bij. Maar is dit keuren of snoepen? En wat drinkt een brouwer dan in de personeelskantine? Toch zeker een lekker flesje bier. En na een lange werkdag nog even lekker onder de douche en dan naar huis. Brouwerij de Oranjeboom, gesticht in 1671, stond vanaf 1885 tot 1990 aan de Nassaukade in Rotterdam.